Welkom op deze video. Ik zal nog steeds een keer een video maken over de veranderingen binnen in de camper. We hadden helemaal in het begin hadden we een gereedschap daar achterin liggen. Daar lagen de zaagmachines. Als je naar de tweede of derde video, de binnenkant van de camper, dan heb ik dat laten zien. Er lagen daar de zaagmachines. En de boren lagen daar allemaal, bij de grote boormachine. En dat is nu allemaal weg. He, daar liggen nog een paar kleine boordjes. Daar een emmer met klein handgereedschap en blazen van mij, werklaar. Nou, een paar stukjes slang en kabel voor de camper, schoenen. He, dus dat zware gewicht is daar nu weg. Ik kan nog wel eens, als ik van een drempel afree, dat aan de voorkant de voorwielen bijna omhoog kwamen. Nee, daar hebben we nou een grote zaagmachine liggen. Die lag eerst daarvoor. En dan hebben we hier. Daar liggen ook nog sinaasappels. Maar even kijken. Daar ligt een flexje en een klein sleuvelzaagje. Daar ligt die grotere, zware boormachine. Hier ligt twee zaagmachines. Daar een zware combihamer en een hakhamer. Ook nog water daarvoor. Dus heb je ook nog een beetje extra gewicht aan die kant. En daar liggen de andere boren. Dat is wel een heel gewicht hoor. Dat lag eerst allemaal achterin. Kan nagaan. En dat is nou hier. Nou ja, de reden waarom het nou hier ligt, heb ik jullie al eens verteld. Hè? Omdat dit was eerst het plekje waar de hondjes sliepen. En nu die er niet meer zijn, hebben dus deze plek voor het gereedschap. En ja, ik moet wel zeggen dat de auto nou wat beter op de weg zit. Ik heb wat meer gewicht ook op de voorwielen op deze manier. En het is wat veiliger. He, dat zei al eens iemand in een reactie. Dat als je dan keihard remt, dan zou ook alles er zomaar uit kunnen vliegen. Nou, dat is hierbij dus opgelost. Ja, dat was het eigenlijk. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.